Voorlichting SEH werpt vruchten af. De spoedeisende hulp SEH, die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig jaar. Middels voorlichting wordt getracht personen te wijzen op het belang van het op tijd bezoeken van de huisarts of wachtdokter in plaats van eerst te kiezen voor de SEH. Als voorbereiding op de drukke periode was er extra personeel ingezet om meer patiënten op te kunnen vangen. Waar in 2016 op de eerste kerstdag 25 december 177 personen zich hadden gemeld, waren dat 183 in 2017 en 132 in 2018. Op 26 december 2016 melden 165 personen zich aan, terwijl 157 zich hebben gemeld in 2017 en 139 in het jaar 2018. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.